that run that this away from. Easy now, no need fi go down. Easy now, no need fi go down. Rock that run that this away from. Ik sta hier nu naast Pieter, de presentator van vanavond. En die heeft tussendoor een beetje teksten geroepen naar de scholieren. En vond je zeker wel leuk om een beetje die kleine jongens, kleine meisjes een beetje aan te sporen en te zeggen wat ze fouten goed deden. Ik vind het een beetje een gevaarlijke vraag zoals je hem stelt in de tijd van de katholieke kleine jongetjes, kleine meisjesacties. Maar, jij verdraait de zaak zelf nu, hè? Nee, ik vond het heel erg leuk. Ik vond het... ik vind het altijd een uitdaging om de jongeren een beetje van een luie reet af te krijgen. En dat ze... Luie reet? Waarom luie reet? Nou ja, om ze in actie te krijgen. Want het is natuurlijk altijd makkelijk te roepen van ja, het moet anders en er gebeurt nooit wat voor de jeugd. Ja, en nou organiseert voor ze dat het er in ieder geval is. En dan moet je ze ook even aansporen om er even aan mee te doen. En dat is een evenement dat dodgeball natuurlijk ideaal voor. Want in beweging is het wel bij dodgeball. En als jij, toen jij thuis op de bank zat en je kreeg het belletje, wil jij dodgeball... presenteren. Wat dacht jij toen? Dacht je toen eerst van, nou, daar zal ik eerst even goed over nadenken? Of dacht je van, ja, dat ga ik doen? Of dacht je van, als ik ervoor betaald krijg, dan moet ik misschien... Nee, ik dacht niet van, zal ik dat... Want ik heb er helemaal niet over nagedacht. Ik heb gewoon gelijk ja gezegd. Waarom? Omdat de Stichting Stad, die heeft mijn hart gestolen. En mede ook omdat Bartje daar zit. Bartjes, ja. Bartje is? Bartje van Duin, een van de oprichters van Stichting Stad. En het leuke van Bart is juist dat hij vooral nergens over nadenkt. En zijn filosofie is juist gewoon doen. En dat past heel erg bij me. En, dus dat is eigenlijk wel gewoon een beetje je voorbeeld? Nou, van Bart droom ik wel eens. Van Bart droom je wel eens? Ligt dat aan je seksuele geaardheid of omdat je het gewoon een toffe man vindt? Nou, het is meer een combinatie van. Ik zou eerder denk ik erotisch over Sophie dromen, maar Bart heeft dan een passieve rol in het erotische verhaal, denk ik. Oké, dat vind ik een heel apart antwoord. In ieder geval hartstikke leuk. Leuk. En, en als je, nou, het gaat hier natuurlijk allemaal weer over de millenniumdoelen, bla bla. En wat doe je daar zelf aan? Heb je dit ook mede gedaan voor de millenniumdoelen of meer omdat je dacht van nou leuk, presenteren? Ik heb het niet gedaan voor de millenniumdoelen. Ik vond het wel heel prettig dat ze eraan gekoppeld waren. Natuurlijk, het is altijd zo'n vaag woord, hè? Bewustzijn. Juist dingen opdringen en zeggen van nou ga er eens even voor zitten. En we gaan het ergens over hebben, daar geloof ik niet zo erg in. Maar juist als het gewoon een soort van gaandeweg de avond langskomt, dan heb ik het idee dat het veel meer, een beetje een vaag begrip dan, een beetje zweverig, maar dat het meer binnendringt in het onderbewuste, dat je het gewoon onbewust meepakt. En die doelen, daar kan niemand tegen zijn. En zelf ben ik bijvoorbeeld docent. Ook met wat kansarmere jongeren. En je ziet gewoon wat ontzettend talent er in mensen zitten. Ook gewoon in Nederland, maar sowieso in de wereld. En een van de allerbelangrijkste dingen is gewoon onderwijs. Want dan kan je jezelf uitdrukken, je weet wat er speelt. En dat is één van de doelen. Dus ik sta er wel vol achter. En als afsluiting, wat was je van plan in de toekomst? Was je daar ook nog iets van plan met betrekking tot de millenniumdoelen of goede doelen? Of... iets anders. Of ik daar nog mezelf voor wil inzetten. Ja, of ja, inzetten. Misschien zeg je iets kleins, iets groots. Misschien wil je even een keertje naar Kenia reizen. Oh, dat wil ik sowieso. Ja, maar in betrekking tot de millenniumdoelen of meer omdat je zegt even chill op vakantie. Want nu... Ik dacht, jij doet mij hier een aanbod. En dat, nee, sorry, nee. Dat gaat mooi niet door. Ik wil dat leuk combineren en dan met recht op minder kindersterfte en zo. Ik denk, kunnen we daar aan werken. Het enige waar ik dan zeg maar in de toekomst hopelijk actief mee bezig ben, is het bestrijden van aids door het gebruiken van een condoom. En daar laat ik het in ieder geval voor de korte termijn toekomst, hou ik het daar even bij. Oké, dankjewel voor het interview. Dankjewel. Okay.